Haringvliet. Ik vind het wel echt geweldig hoor. Als je zo eens om je heen kijkt, die schoonheid en de wijdheid, de rust, heerlijk. Maar eigenlijk zou het er hier vandaag heel anders uit moeten zien. Juist met drukte en met mensen, champagne, feest, vlaggen. Want het zou het officiële moment zijn geweest dat de Haringvlietsluizen op een kier zouden gaan. Ja, maar helaas, het gaat niet door vandaag, want het water van de rivier staat te laag. En dat zou betekenen dat het zoute water vanuit zee te ver het Haringvliet inkomt. En dus moeten we nog even wachten op een ander moment, later dit jaar. Eerlijk is eerlijk, hè. Het is vooral de natuur die nog even geduld moet hebben voor dat grote moment. Maar als de sluizen opengaan, dan zal het Haringvliet na 50 jaar weer voor een gedeelte brak zijn. Dit water dus. We moeten dus nog even wachten op een hogere stand van het water. Maar het goede nieuws is, wij wachten niet. Wij gaan vandaag gewoon van start met onze eerste aflevering. De komende 10 weken laten we weer veel moois en bijzonders zien over dit prachtige gebied waar natuur en beleving heel goed samengaan. Zo ontdekte ik hoe rustgevend het water is en we zien hoe lange afstandszwemmers het Haringvliet opgaan. Doeg! Maar ik ga ook mee vissen voor een onderzoek naar jonge trekvis. Hoi, hoi. Oh jeetje jongens, oh wauw! Een zeevra? En we volgen de zalm tot in Duitsland, want ook die vis wacht met smart op de opening van de sluizen. In deze eerste aflevering blikken we terug op onze serie van vorig jaar. We gaan even het geheugen opfrissen. Want we zagen toen hoe belangrijk de kier eigenlijk is voor het herstel van de deltanatuur in het Haringvliet. Hey, hallo. Hoi, ben je binnen? Ja, leuk. Zo mooi. Te ontmoeten. Wat een plek. Prachtig hier, hè? Ja, prachtig. Ja, het is echt prachtig. Echt genieten. Het Haringvliet. Ah, wauw. Hier komen Rijn en Maas na duizenden kilometers stromen door Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, monden uit in de Noordzee. En dat komt hier samen, hier, wat we nu zien? Dit punt. Er zit alleen nu zo'n dam zit ertussen. Ja, dus dat vind je vervelend. Het is niet helemaal meer zoals het plaatje eruit zou kunnen zien. Want op zo'n plek waar dat soort grote rivieren in zee uitmonden, dat is ook de plek waar trekvissen, zoals zalm en paling, een zeeforel of een steur, waar ze de rivier op moeten zwemmen. En met zo'n dam erin lukt dat niet echt. En als die Rijkswaterstaat gaat hem nu een stukje openzetten, nou, dan zijn die vissen zijn in ieder geval, hopen we, weer geholpen. Niet alleen de vissen profiteren van de kier, er gaat nog veel meer gebeuren op en rond het Haringvliet. We beginnen op zee, bijvoorbeeld. Ja. Daar is de zee. Ja. En wat we aan het doen zijn, is dat we daar weer kijken of we daar weer schelpdierbanken terug kunnen krijgen. Mosseltjes. Mossels, ja. Okay. Mossels of oesters. Nou, en hier hebben we dat Haringvliet, dat had vroeger eb en vloed. En met dat eb en vloed had je, net zoals wat je daar ziet, had je allemaal zandbanken en slipbanken. En je ziet daar ook wat eilandjes liggen. Ja. En dat soort plekken, daar proberen we er weer meer van te maken. Er gaan vogels broeden, zoals sterns en plevieren. En die zijn best wel zeldzaam. Toch? Ja. Ja, want die hebben gewoon heel weinig van dat soort plekken kunnen ze nog vinden in Nederland. De Haringvlietsluizen werden gebouwd na de watersnoodramp van 1953 als onderdeel van de deltawerken. Het doel is om ons veilig te houden. En dat blijft zo. Ook als ze geopend zijn. Oh, wauw. Jeetje. Hey, dit is echt het hol van de leeuw, of niet? Ja, we zitten midden in de sluizen. Dus deze jongens, die houden gewoon al dat water tegen. We zijn nu aan de zeezijde. En dit zijn die schuiven. Dit zijn ze? Dit zijn die schuiven. Hey, en hoe gaan ze nou straks open? Ja, wat eigenlijk. Ze scharnieren zo omhoog, dus aan de onderkant komt dan ruimte. Daar kan het water naar binnen stromen. En dat kan een paar meter zijn, afhankelijk van hoeveel ruimte we willen geven. Hey, maar Pieter, dan heel even met mijn logica. Eigenlijk is het zo, dit is zeg maar het Haringvliet. Hier hebben we het zeewater. Ja. Haringvliet, als die hoger staat,
dan, dan gaat het er zo in. En als de zeekant hoog staat, gaat het er zo in. Dat is eigenlijk wat we gaan doen. Dat is precies, ja, dat klopt helemaal. Maar Pieter, toch is het een raar idee. Hè? Want we hebben dit natuurlijk allemaal gebouwd om die zee daar tegen te houden. En nu gaan we ze openzetten. Ik bedoel, is die veiligheid dan nu opeens niet meer belangrijk? Ja, maar die veiligheid die speelt natuurlijk vooral als het stormt op zee. Mm-hmm. En als het water hoog wordt. Ja, dan zouden de dijken in gevaar kunnen worden. En in die situatie, dan gaan ze gewoon weer dicht. Hartstikke veilig. De sluizen, zoals je ze nu hier ziet, deze staat open. Aan de zeestijden staat die nu dicht. En wat wij hier doen, is we laten het Rijnwater naar buiten stromen. Maar als het water buiten hoger staat, en dat is nu het geval, dan kan het water niet naar binnen toe. Dus het zoute water kan niet het Haringvliet op. Ja, de sluizen zullen niet elke dag openstaan. Dat kan ook niet, want dat is echt afhankelijk van de waterstanden. Nou, dat is vandaag ook wel duidelijk geworden. Want het zoute water, dus vanuit zee, mag niet te ver komen in het Haringvliet vanwege de zoetwatervoorziening, hè? Dus ons drinkwater. Nou, de mensen die werken in de bedieningskamer van de Haringvlietdam, hier achter mij, die houden dat natuurlijk allemaal heel goed in de gaten. Oh, kijk nou jongens. Dit is gaaf. Dat zie je goed. Gaat dit nou volgend jaar ook zo gebeuren? Ja. Alleen nu laten we het alleen maar naar buiten toestromen. En volgend jaar doen we hetzelfde om het ook naar binnen toe te laten stromen. Hé, maar hoe ver mag dat zoute water dan komen? Het zoute water mag in ieder geval niet voorbij de lijn tussen Middelharnis en het Spui komen. We hebben de innamepunten die eerst hier lagen voor het drinkwater en voor het waterschap, die hebben we verplaatst naar innamepunten ten oosten van die lijn. Nou ja, en daar mag natuurlijk geen zout komen, er mag geen zout in de sloot komen. En het drinkwater mag natuurlijk ook niet verzilten. Ja, super belangrijk dus om goed in de gaten te houden hoe zout het water wordt. En daarvoor ga ik met Pieter het water op. Maar wat gebeurt er als zoet en zout zich mengen? Hoe ontstaat brakwater? We doen een proef. Nou, dit is voldoende, hè? Zo, perfect. Schoon, moet je kijken. Helder water. Oké, zoet water. Ga ik wat water doen in dit flesje. Gaan we het zout van maken. Hoe zout is het zeewater? Om het nou goed te laten zien zo meteen, is het natuurlijk handig om dit een kleurtje te geven, dacht ik. En dan zie je ook wat er gebeurt, toch? Dan zie je net zoals eigenlijk hier bij de sluizen dat het eerst wat mengt. Ja, zeker, zeker. Maar uiteindelijk zie je ook dat het rode water toch naar beneden zakt. En dat is het zoute zeewater. En zoutwater is zwaarder dan zoetwater. Dus ja, dat zakt naar beneden. Het verhaal van het Haringvliet kan voor mij echt niet zonder Kees Moeilijker en Frederike Spicht. En gelukkig zijn ze ook dit jaar er weer bij. En vorig jaar zagen we al hoe groot of juist hoe klein de dieren ook zijn. Dit duo gaat gewoon elke uitdaging aan. Even kijken waar we zijn, Free. Korendijkse slikken. En waar gaan we naar op zoek? De zandhobbel. Op zoek naar de veldleverik. Op zoek naar de mierenleeuw. De mierenleeuw. Daar gaat wel een mier. Kijk, een haas. Een haas. Zo, die is groot. Dat gaat hard, hè? Zo goed. Ja, prima. Zo, springen. Oeh, Kees. Oeh. Kom op, joh. Leuk, hè? Leuk, hè, ja. Zo. Wow. Paardenbijter. Zo. Kijk, dat is nog eens een insect. Hij is poepvers. Hij is net uit de... Uit zijn cocon. Dan ben je net uit je cocon en dan krijg je dit. Nou ja. Ja. Hoe vind je nou ineens een stekelbaars? Nee. Ja,
De kier en dus het haringvliet is echt heel belangrijk voor trekvissen. Waarvan er wel eentje is die er echt uitspringt en dat is de steur. Dat is ook wel het boegbeeld hè, van het haringvliet. En deze legendarische oervis is bijna helemaal uitgestorven. Maar er zijn gekweekte steuren uitgezet. En nu hopen ze dat hij terugkomt. Kijk, zo ziet de steur eruit. Een enorme vis waar veel op werd gevist in de Nederlandse rivieren. Voor de kaviaar natuurlijk, maar in 1952 werd de laatste gevangen. Door overbevissing en watervervuiling was de steur helemaal verdwenen. Maar hij komt terug in het haringvliet. Ja, en waarom is dat haringvliet nou zo belangrijk hè, voor die steur? Jonkies krijgen ze hier, eigenlijk net over de grens bij Duitsland. Dat is een goede plek voor ze. En ze puberen eigenlijk hier in het haringvliet. En als ze volwassen zijn, dan gaan ze de Noordzee op. En op een gegeven moment, als ze inderdaad weer jonkies willen gaan krijgen, dan gaan ze terug, hè, eigenlijk hier door het haringvliet, terug richting de voortplantingsplek. De enige plek waar je nu steuren kunt zien, is in Rotterdam. Want Diergaarde Blijdorp doet mee in het steurenproject. Kijk, hier hebben we het aquarium. Kan je vanaf de bovenkant bekijken. Ah, oh, jeetje. Dat is gaaf. Ja. Ze zijn als larfje geboren in Frankrijk. Okay. In de Gironde. Of bij het kweekstation in de Gironde. En we hebben er drie hier om het publiek te laten zien. Maar hoe ziet nou een steur eruit? Dit moeten de oude dieren worden voor de toekomstige naakweekdieren. Zodat we die dan straks weer terugzien in het haringvliet. Juist. De steur is echt een imposante vis, maar er zijn meerdere grote dieren. En vorig jaar heb ik genoten van onze zoektocht naar de Big Five van het haringvliet. Ja, daar staat er een jongens, hier zo. Zo vonden we het ree op Voorneputten. Oh Jan, kijk nou. Dan de zeehond, je kon ze zien liggen vanaf het strand bij Rokanje. Daar liggen hoeveel er zijn dat? Het rechterstukje denk ik wel een stuk of 60. En tenslotte nog de bever en de zeearend. Moeilijk te vinden, maar we probeerden het op het eiland 10 gemeten. Wat verdikke jongens. Bingo. Die hebben we. Oh jeetje. Zo groot hè? Ja hè. Wow. Big. Wat een snavel joh. Oh, ik zie zijn koppie. Kijk nou. Wow. Lijkt wel zo'n knuffelbeer, joh. Zie je het? Hé? Wow. Hoppakee. De bever is misschien wel de beste duiker van het haringvliet. En hij voelt zich onder water helemaal thuis. Maar ook de mens brengt de komende jaren het haringvliet in om het onderwaterleven in kaart te brengen. Zodat we weten wat er verandert als de sluizen geopend zijn. Hey Sanne, waarom heb je deze plek uitgekozen hè, om hier te gaan duiken met het team? Nou, we hebben natuurlijk ook wel een beetje naar de wind gekeken, want we willen een beetje op een luwe plek duiken. Maar we hebben deze plek vooral uitgekozen omdat die heel divers is. Dus we hebben hier eigenlijk die zandoevers die naar het diepe aflopen. Dan hebben we allemaal stenen in de oevers waar eigenlijk van alles tussen zit. En eigenlijk is nu zelfs het zoete water al heel mooi om in te duiken. Maar als het straks zout wordt, ja, dan wordt het nog veel spannender. Dan, ja, dan hebben we een heel divers systeem met zoet, zout water, brakwater. Ja, dan wordt het fantastisch om hier te duiken. Ja, het Haringvliet ligt vlakbij Rotterdam en is echt goed en heel makkelijk te bereiken. Maar wil je daar nou echt een feestje van maken, dan kun je er ook naartoe varen. Nog tot 30 september kun je vanuit Hartje Rotterdam met de waterbus naar dit gebied. Wij hebben het vorig jaar gedaan. Het is echt heel leuk. De tocht duurt 1,5 uur en daarna vaart hij 3 rondjes langs Hellevoetsluis, Stellendam, Middelharnis en 10 gemeten.
Ja, dit waren de verhalen van vorig jaar. Maar er is nog veel meer te vertellen, nog veel meer te laten zien over het Haringvliet. En dat is nou precies wat wij de komende 10 weken gaan doen. Volgende week, dan zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over de trekvissen. En dan zien we hoe de houting en de haring er al helemaal klaar voor zijn om het Haringvliet in te gaan. Heel graag tot dan!